Anne-Klaas, gefeliciteerd met de zesde tijd naar de finales. Je had een goede reeks, maar het is gewoon binnenkomen. Meteen de halve finales voor jou. Je moet deugd doen dat je nu rechtstreeks naar die finales ging. Ja, klopt. Het is allemaal heel routine en het was helemaal nieuw voor mij. Dus ja, ik ben echt super blij met mijn tweede plaats. De tijd had iets sneller gemogen, maar ik zeg het, ik ben gewoon heel blij dat ik mijn eerste EK-finale ga lopen. Dus dat is fantastisch. 3 jaar last van die Achillespees, atletiekstop. Dit is het waard, denk ik. Ja, dit is het zeker waard en ik had niet beter mogen dromen. Het is echt fantastisch dat ik hier in zo'n sterk deelnemersveld een finale plaats loop. Dus ja, ik heb een heel zware periode gehad, heel moeilijk. Echt diep gezeten eigenlijk en terug begonnen. En ja, ik ben super dankbaar dat ik dit alleen mag meemaken. Ja. Als je jouw record kan aanscherpen in de finale, dan kom je in de buurt van de medailles. Klopt, ja. Dus het ligt allemaal heel dicht bij elkaar. Dus het gaat zijn diegene die de beste dag heeft, de beste race loopt, de beste focus houdt. Maar ik ben er niet echt mee bezig. Ik ben gewoon echt al heel blij dat ik finale haal. En ik ga er gewoon zo hard mogelijk van genieten. En ja, dan zien we wat er komt. Slotvraagje. We hebben vernomen dat Margot van Pijvelde al wat sukkelde in de opwarming. Dan moet je afzeggen voor deze halve finales. Wat betekent dit voor de 4x4? Ja, ik kan niet zo goed inschatten. Ik heb Margot ook niet meer gezien, want ik wist zelfs niet dat ze dat had afgezegd. Totdat ik daarnet vernomen had. Dus ik weet niet wat de ernst is of hoe hard dat ze geblesseerd is. En ja, ze heeft morgen een rustdag. Dus misschien dat tegen vrijdag terug oké is. Ik weet het niet. Ik moet het bekijken. Gefeliciteerd met je race. Dank je. Dank je wel.